sorry, mag ik even onderbreken? Willen jullie de kinderen nog kijken? Anders komen ze in de camera, ja. We hebben Henny en Sylvette, zijn ook van SKV, hè? Die horen ook bij ons. Zwaai maar heel even. Jee, daar zijn ze. Jongens, meiden, een historisch moment noemen wij dit. Want wie krijgt er nou een nieuwe school? Toch niet heel veel kinderen, maar wij wel. En dat duurt nog wel even, want ze zijn natuurlijk heel hard aan het werk. En ze zijn al begonnen. Vandaag gaan we het officieel openen. We zien daar een heel groot bord. Daar gaan we iets mee doen. En wat we ermee gaan doen, dat zien jullie straks. Juf Petra. We gaan beginnen. Nou, de kinderen zijn al begonnen. Ik kijk ook even naar de genoten die er ook allemaal zijn. En wij zijn al begonnen. Elk kind heeft al een eigen steen. Hebben we al een website. Dus wij zijn eigenlijk al begonnen. En we gaan eens kijken wat er nog meer komt. En wie dat helpt. En hoe wordt onze school dan? En ik denk dat we daar eens even in met... ik loop even aan deze kant, want misschien hebben ze daar nog wel iets over te vertellen. Komen jullie er misschien ook nog wel achter? Zijn jullie ook een beetje benieuwd hoe het gaat worden? Ik ook. En ik heb ook al een beetje mee mogen denken. Dat is super speciaal. Waarom? Mooi kindcentrum van maken. Samen gaan wij hier bouwen aan een kindcentrum waar alle kinderen van Overloon straks welkom zijn. Ja, je hebt gevraagd om mensen om te zwaaien, maar dan wil ik nog vragen aan iemand om te zwaaien. En dat is onze ambtenaar. Want ik was voorheen bij de oude gemeente Boksmeer, was ik wethouder. En heb ik samen met Henny dat mogen doen en mogen zeggen dat hier een school gebouwd zou gaan worden. Maar mijn collega, die gaat dit afmaken. Nou, laat die collega toch ziek worden. Vond ik zo jammer, maar ergens moest ik ook wel een beetje gniffelen, want ik dacht, nou mag ik het. Want ik vind dit zo leuk. En ik word er best wel emotioneel van ook, meneer Henny. Want wij weten samen hoeveel wij gesproken hebben. Hoeveel we hebben moeten doen. Hoeveel we bijvoorbeeld naar de vleermuisjes hebben moeten kijken. Want ook die zaten er. En daar hebben we ook heel goed voor gezorgd. Want er kunnen wel kinderen in komen en een nieuw gebouw worden. Maar de vleermuizen moesten ook een goed plekje krijgen. We hebben er samen heel lang aan gewerkt. Want we weten dat jullie nu in de oude school, daar is de temperatuur niet altijd optimaal. De ventilatie is niet altijd goed. Dus we hebben gezegd, wij moeten heel snel werken om daar een nieuwe, prachtige school neer te zetten. Ik weet niet of de oudste kinderen het nog meemaken. Dat misschien net niet. Maar wij hopen echt volgend jaar dat de kinderen allemaal naar het nieuwe gebouw kunnen. Ik vind dat een applausje waard. Dan moeten we ook nog een beetje bidden dat in ieder geval... Ja, dat is een applausje waard. En dan kijken we naar de bouwers. En dan kijken we naar de bouwers, want die moeten het gaan doen. En dan hoop ik niet dat ze zeggen, oeh, het is koud vandaag, we gaan niet werken. Kom jongens, kom hier werken, want we moeten heel snel een nieuwe school, want dan zijn jullie hard aan toe. Ik denk dat we nu over kunnen gaan tot het onthullen van het bord. En ik heb begrepen dat het oudste kind en het jongste kind mij daarbij gaan helpen. Janne en... Ja, en het jongste. Dus de oudste en de jongste. Want alleen kunnen we dat niet. Nee, dat moet nog niet. Hè. Nog niet slapen. Zo meteen. Wij gaan nu... Ik moet ook even kijken. Die twee mogen wel, hè? We gaan even hier naar het touw. Jij mag mee. En Janne. Ja. Maar dat niet goed. Mogen jullie hier dadelijk aan het touw gaan trekken? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
wel weggehaald. Je bent wel jammer. Nou, dankjewel. Dankjewel. Oh, hi. Ja, dit hoort hem, maar wij hebben natuurlijk ook nog die hulp nodig. Net als de architect, wat we allemaal al gehoord hebben. Maar wij hebben op school hebben wij ook bouwmeesters. En die bouwmeesters die wil ik graag naar voren hebben. Want die kunnen we heel goed herkennen aan ons gele hesje. En Damjan en Javi. Hier, Jeroen. Wat Sors, die mag jij even gaan geven. Geef maar af. Alsjeblieft. Dan mag Javi. Dan mag Javi. En Javi die staat daarnaar. Die mag aan architecten, Thomas architecten, kom maar naar voren. En ook jij krijgt een letter. En de sleutel tot iets nieuw. Mooi nieuw gebouw. Jullie mogen even een beetje naar er nog eentje over. En dat is natuurlijk van ons, want wij gaan erin, hè. Wij gaan erop, niet in wonen. Wij mogen ook gebruik maken van ons mooie gebouw. Ik vind eigenlijk dat we wel even een juichje eraf mogen, toch? Nou, daar komt ie. 1, 2, 3. We zijn gestart. Nog een keer. Dankjewel allemaal. En we kunnen aan de slag. Wij gaan even rustig terug naar je eigen groep. Let op dat je de helm op meeneemt. Dankjewel allemaal. Staat de architect bij mij? Stelt u zich even voor. Ik ben Thomas Vullings van Thomas Architecten. Oké. En u bent benaderd om hier een schoolgebouw te realiseren? Ja, te ontwerpen. Vooral inderdaad, er is een architectenselectie geweest. En daar zijn we uiteindelijk uitgekozen om het ontwerp te realiseren. Ja. Maar dat is heel lang geleden. Dat wij geselecteerd zijn is denk ik ongeveer anderhalf jaar geleden. Ja. Ja. Maar de aanzet was dus al heel lang geleden. Ja. Ik hoorde net meester Henny zeggen, de kinderen die 7 jaar zijn, toen waren ze nog een baby. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is zeg maar de eerste fase geweest tussen de stichting en de gemeente. Ja, klopt. Ja, eerst wordt er een heleboel gepraat en gedaan en wordt er dan pas een architect gezocht. Ja, klopt. Eerst moeten de budgetten beschikbaar zijn en dan worden wij geselecteerd. Ja. En nu hebt u natuurlijk nog weer bemoeienis met deze school, met deze bouw. Ja, klopt. Wij hebben inderdaad in de afgelopen anderhalf jaar ook heel veel overleg gevoerd. Heel veel overleg gevoerd met de mensen binnen de school, met de gemeente ook. Het gaat natuurlijk ook om de omgeving, om het parkeren, om de kids and ride. En we hebben inderdaad heel veel overleg gehad over de inrichting ook van de school. Dat hebt u toch niet alleen gedaan, denk ik? Dat doen wij binnen ons bureau met een heel team. Ja, ja, van architecten en interieurarchitecten. Dus wij ontwerpen de buitenkant van het gebouw, maar ook de binnenkant. Wat een heel andere indeling, denk ik, als vroeger met alle klaslokalen. Klopt inderdaad. Hè. Het is inderdaad niet meer zoals vroeger inderdaad, met de echte standaard klaslokalen. Nu zie je eigenlijk kleinere klaslokalen, grotere leerpleinen. Hè, dus leerlingen die, zeg maar, die instructie krijgen, even kort. In de klaslokalen en daarna eigenlijk uitwaaieren over het leerplein. Dat is toch heel iets anders dan wij vroeger, hè? Mag ik u hartelijk danken? Dankjewel, graag gedaan. Bij mij staat meester Henny, dat is dus de directeur van de school. Het bord is inmiddels weg, er stonden allemaal namen op. Hoe hebben jullie dat zo bedacht? De namen op de... Op dat bord wat hier stond? Ja, dat zijn eigenlijk stenen en dat zijn alle namen van de kinderen die op de school zitten. En samen vormde dat een muur. Ja, en je weet, hè, gebouwen kunnen we alleen maar optrekken met stenen. En als je dan die eenmaal opgetrokken hebt, dan heb je een gebouw waar je in kunt. En dan moeten we nog natuurlijk warm en gezellig maken om er straks in te leven. De buitenkant, daar zijn we dus nu mee begonnen. En daar waren jullie al gauw genoeg uit?
Daar waren we eigenlijk wel gauw genoeg uit. Dat wil zeggen, we hebben natuurlijk al heel lang nagedacht. En ik wil iemand wel speciaal even noemen. Juffrouw Saskia. Saskia Swinkels, juf van de Jozefschool. Is van begin af aan eigenlijk in de projectgroep betrokken geweest, ook van de bouw. En die eigenlijk, die zorgt ervoor dat het team helemaal meegaat in de ontwikkeling. Die moest iedereen overhalen, zo gezegd. Die moet iedereen overhalen, enthousiast blijven houden. Maar ik zie nu ook aan iedereen, we hebben er veel zin in, met z'n allen. Ja. Fijn, ik wens jullie heel veel succes met de bouw, dat het maar voorspoedig mag verlopen, want dat weet je maar nooit. Dat weet je niet. En dan wordt het oude afgebroken en dan gaan jullie in het nieuwe. Nou, het oude hier is al afgebroken, dus hier. En wat er dan met het gebouw gaat, waar we dan uit gaan trekken, want dan gaan we hier onze nieuwe intrek nemen, dat weten we niet. Want dat is eigenlijk dan van de gemeente Land van Kuik. Nou, dan wachten we dat maar weer af. Dankjewel. Graag gedaan.